Hela, je wordt aan het verstoppen, hè? Heb je er zin in? Ja, ik ben speciaal voor u opgestaan. Hè. En ik sta niet graag op. Voilà. Quarantaine, ja. Zeg. Hier, het is zover. Ik zal dat jij een goede zetel hebt. Ja, hè? Welke films heb je meegebracht voor mij? Ah, wel. Silence of the Lambs. Anthony Hopkins heeft een Oscar gewonnen voor beste hoofdrol. Maar hij heeft dat gedaan met het minst aantal minuten dat hij in beeld of zo komt. Wat echt zot is. Dan Oasis, Supersonic, dat is nieuw. Dat is een documentaire van Oasis. Alleen nieuw is een jaar oud of zo. En dan Trainspotting. Ja. Ik denk dat dat mijn favoriete film is. Oké, okay, beginnen met Silence of the Lambs, hè? Ja, schoon. Oh, maar ik vind dat zelf ook echt een mega goeie film. Hapklare brok. Dus, je gaat dat nu zien, want je gaat nu voor het eerste keer dan Agent Starling, de jonge flik, ontmoeten. Zij heeft superveel schrik. Hè. En hij speelt daar gewoon zo'n mindgame mee. Dat is geweldig. Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? You're one of Jack Crawford's, aren't you? I am, yes. May I see your credentials? Maar hij staat zo beleefd klaar en zo, dat is zo goed eraan. Closer. Hij knippert ook niet met zijn ogen, hè? Zo de hele tijd. Oké, okay, hij wint dan de Oscar voor beste hoofdrol, maar eigenlijk is zij dat, hè? Zij heeft ook de Oscar gewonnen, hè? Ah ja, voor beste vrouwelijke hoofdrol. Ja. Waar heb je die nog gewonnen, eigenlijk? Het is de quiz. Best Picture, Best Director, sowieso. Ja, beste film, beste regisseur. En beste die acteur, staat er niet. Beste actrice. Anders staat er niet op. En de vijfde belangrijkste is screenplay, dus. Wat is dat? Scenario. What is this shit? Did somebody go up on five? No, nobody went up. Call Pembry, ask him to tell him. CP. Ik zou gewoon zeggen dat van, oei, sorry, mijn mama belt ineens. Goed. Het moet echt weg. Echt weg. Voilà. Supersonic. Nu ga jij goed veel mogen babbelen, hè. Denk ik echt zonder probleem 12 uur over Oasis praten. Ik ken de nummers en ik weet dat die aan bras hebben. Maar je kent de nummers. Oké, dat is al goed. Fucking bless their souls. And them just going fucking ape shit. Hoop je dan dat die nog ooit samenkomen? Of, tuurlijk. En denk je dat dat gaat gebeuren? Net als niemand erom vraagt, dan zal dat wel gebeuren. Maar de vraag is of die een dag er ooit gaat komen. Als je in de buurt van een Oasis-concert wilt komen, moet je al die hem gaan zien. Want hij heeft de stem natuurlijk en hij gaat puur voor de rock and roll. Terwijl een andere, Liam, die er eigenlijk alle nummers geschreven heeft, het grote genie eigenlijk is, die brengt dat allemaal een beetje gelijk dat ze zelf zijn. 40ers, 50ers. Liam noemt dat Dolly Parton, de covers van zijn eigen. Maar ze brengen alle twee nog wel. Ze brengen allebei Oasis-nummers, maar dus totaal, totaal anders. It's all about what's inside the fucking tin of beans. That counts. Not what the fucking wrapper is, or how much it costs, or who you buy it off, or what till you get it from, or even whether it's your Spar, your Quicksaver, your fucking Sainsbury's. Man, it's about what's inside the tin of beans, man. And like, if it's right, it's right. It's gonna be beans. If this ever goes on like a video to the kids, right? I would apologize, but I'm not gonna, because he's a prick. Op basis van wat zijn ze eigenlijk gesplit? Zijn broers, hè? Broers maken nu hier geen broer. Ik heb een broer. Op een Frans festival in Parijs, denk ik. Backstage, gewoon een uurtje voor de set. Er was veel discussie over de setlist die een dag. Omdat Noel is de muzikant en maakt dus ook de setlist. Maar Liam is de zanger, heeft zo af en toe wel een ijs. Dus die een dag was dat dan een bras. En dan hebben ze met gitaar aan elkaar kop zitten. En dan heeft Noel gezegd, fuck it, ben weg. Dat is het absolute hoogtepunt, hè. Dus twee optredens voor 300.000 mensen. Op 2 dagen. Dat is 2 keer werchter. Maar ja, dat is crazy. Ook muzikaal was dat nog, omdat Liam zijn stem is weg. Is vanaf dag 1 beginnen verminderen. Maar dat was hem wel op zijn finest. Omdat je al hoorde dat hij
zo wat hees aan het worden was. Ja, dat had ik graag bij. Als ik naar een plek in de geschiedenis teruggeflitst kan worden, dan zou dat wel iets heel goed kunnen zijn. Dan is het nu deze. De volgende portie drugs. Maar misschien moet je even pauze pakken. Ja, dat is goed. Ja? Ja. Top. Ik heb iets voor pauze. Ik heb mijn eigen pauze meegepakt. Omdat ik dus niet die in een voetbaldocu kon meepakken, maar dat we een muziekdocu heb gepakt. Nee. Heb jij een PlayStation? Ken jij FIFA? Ik wist dat er nog karma mijn richting uit ging komen. Tuurlijk. Als ik bij uw films moet zien, moet jij FIFA spelen. De enige voetbalspeler die ik ken is Ronaldo waarschijnlijk. Ja. Sorry. Ja. Ja, dat is goed. Is dat goed? Moet jij Real Madrid zijn? In die ene knappe nummer 22 van de Rode Duivels. Bon, ik ga mijn eigen echt belachelijk maken. Hè. Rap lopen, belangrijk. Dat is die een hendel ingeduwd houden. Oké, okay, ik snap het. Oké, okay, ik snap het. Dan kunnen we aan de match beginnen. En wat moet ik niet? Weer een heel verre geflikt. Mag jij niet? Ja, dat wel. Dat is buiten spel, ga ik zelfs niet uitleggen. Allee. Allee, zeg. Motherfucker, je bent wel goed daarin. Oh, oh! Dat mij omver geschot. Maar je hebt dat niet eens door gehad, dat is mooi. Ik ben moe aan het worden. Het is gedaan. Fijne match, mevrouw. De Trump shake. Allee, dan kunnen we verder met Trainspotting, hè? Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Het gaat over 4 of 5 fokkers in Schotland die hopeloos verslaafd zijn aan de heroïne. In het begin van de film is, we stoppen ermee. Na ongeveer een kwart film zeggen, we beginnen terug. Waarom zeggen we stoppen er toch terug mee. En eigenlijk het hoofdpersonage, het ik-personage, beslist van, ik moet hier weg. Ik moet weg uit Edinburgh, weg van mijn vrienden. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on hire purchase and a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Maar die opening, dat is... Geniaal, ja. Legendaar televisie. En dat nummer, Lust for Life, draai ik altijd als ik een nummer mag kiezen. Oh. You're better than Dr. No. Both of them are a lot better than Diamonds Are Forever. Our judgment reflected in its relatively poor showing at the box office. And in which field, of course, Thunderball was a notable success. En een dier, dat is dat zei jij eigenlijk. Allee, hij specifiek praat nu altijd over Bond, maar die praat alleen maar over films. Dus die vertelt alleen maar, in een film lang, over Bond en Bond-personages en Bond-dingen. Dat is die zijn karakter. Oké. Okay. Fok afkicken. We gaan er gewoon. We gaan er gewoon terug helemaal voor. En ze beseffen dat hier in de bergen... What are you waiting for? Tommy. This is not natural, man. Beseffen ze hoe kut hun leven eigenlijk is. De ene wil gaan wandelen. It's a great outdoors! Die wil gaan wandelen en de rest is zoiets van... Nee. Look, Tommy, we know you're getting a hard time off Lizzie, but there's really no need to take it out on us. Die had gewoon iets zoiets van, wat doen wij hier eigenlijk? Maar kunnen dan geen andere drugs nemen? Waarom moet dat dan heroïne zijn? Natuurlijk, maar dat is heel extreem. Het is ook een boek. Maar ik kan me wel voorstellen, op het moment dat dat geschreven is, dat die rant, dat dat misschien wel een gevoel kan hebben bij veel mensen. Ik vraag mij echt af of er gewoon zo, gewoon voor dat te boilen, dat er echte heroïne zou gebruikt zijn. So why did I do it? I could offer a million answers, all false. The truth is that I'm a bad person, but that's going to change. I'm going to change. This is the last of that sort of thing. And I'm cleaning up and I'm moving on, going straight and choosing life. Het open einde aller open eindes. Dan moet ik een ranking maken. Ja. Op één staat zo de Trainspotting. Sowieso. Ik ga op 2 Oasis steken. Merci om langs te komen. Merci dat ik mocht komen en merci dat ik u ook mocht afmaken op FIFA. Fuck you. 4-0. One day, you'll be cool. Dat is echt heel raar. Oh, maar top, top, top. De belangrijke details, Brit. Waar wilt jij naartoe met je leven en niet waar willen andere mensen met uw leven naartoe? Daar hadden we moeten doen. Onze vriendschap is gebaseerd op een leugen. Inlevingsvermogen nul. Ben je dan een knappe man? Gelijk bijvoorbeeld als ze het ook de eerste keer doen. Dat is ook weer, ik ben geen een homo, hè? En het is dom genoeg om het te snappen ook. Jullie zijn wel nog tof van films weten kijken. La pomme de la crème. Ik heb 15 vliegen gegeten die dag, hè. Ja, nu is het heel aan de pols, maar ik val. Ja. Niet subtiel zelfs, maar gewoon aan het pols. In de kampioen.
kampioen. Nee. Iets gat voor Carmen dan als je de kampioen. Is je beker op? Ja, maar ik Allee, als ik dat uitdring, heb ik een stuk in mijn botten. Zelf. Nee, Brit. Nee. Het is gezelliger dan mijn lieveling, rustig is dat. Ja? Gaan we naar de cinema? Het open einde aller open eindes.